Goeiedag dames en heren, ik ben van Kanaal Jupiter en ik wil jullie alles vertellen over een vensterbankweek. De meeste beginnende liefhebbers zullen voor hun pas verworven vetplantje een plaats vinden in de vensterbank. Een zonnige vensterbank of bloemenvenster of natuurlijke serre of een plantenkast bieden een goed onderkomen voor cactussen en vetplanten. Veel licht is dan ook nodig. Dat betekent dat de ligging op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten moet zijn. Men kan de planten in april in potten of schotels in de vensterbank opstellen of groepsgewijs in bakjes planten. Veel soorten laten zich zelfs in hangpotten uitstekend kweken. Voor vensters op het noorden en oosten zijn ook geschikte soorten. Raadpleeg daarvoor de betreffende kweker. Om goed te bloeien moeten de meeste cactussen, voor andere succulenten geldt dit in mindere mate, in de winter een koele winterperiode doormaken. In onze verwarmde huiskamer is het voor de meeste cactussen 's winters veel te warm. Overwinteren zou kunnen plaatsvinden in een ongebruikte koele kamer of desnoods op zolder of in een kelder met een paar daglichte lampen. 'S winters worden de planten niet gegoten en kunnen derhalve ook met minder licht toe. Planten die in onze lichtarme winter toch in de groei worden gehouden, gaan een onnatuurlijke lentegroei vertonen. Etiolaria. Een cultuurfout die je altijd blijft zien. Tot zover de vensterbankweek voor de cactussen en succulenten. Dankjewel dames en heren voor het bekijken van mijn video. Vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechts onder mijn beeld op het belletje te drukken. Zodat je up-to-date blijft van mijn nieuwste video's. Hey mensen, adios amigos. Doeg!